Fijn dat u weer bij ons bent voor een nieuwe aflevering van Alles Plat, de dialectquiz, waarin wij de taalkennis van de Gelderlander op de proef stellen. En vandaag hebben wij twee toneelvrienden achter de desk staan. Namelijk Nol de Bruin, 56 jaar en sinds 15 jaar voorzitter van de vereniging. En het uitdragen van dialect vindt hij daarin belangrijk. Dat horen wij graag. Naast hem Kati Greunings-Kusters, ik hoop dat ik het goed zeg. Zij is naast bestuurslid ook regisseuse. De combinatie van ABN en Groesbeeks wordt volgens haar in het toneelstuk het meest gewaardeerd. Dit is Alles Plat. Nol, vertel, waarom is dat dialect voor jullie van belang in de toneelstukken? Nou, de bezoekers vragen erom, dus dan is het sowieso van belang. En het is ook wel belangrijk dat het blijft bestaan voor de, ja, voor de vereniging, maar ook voor het dorp, zeg maar. Voor de volgende generatie. Ja, want dat wordt wel heel lastig. Ja. Kati, toneelvereniging. Waarom? Vertel, wat is er leuk aan? Wat is er leuk aan? Ja, ik ben al jong daarmee begonnen eigenlijk. Je begint eerst als speelster en ja, later ben ik dan ingewerkt als regisseur. En ja. Dat doe ik nu al 15 jaar. Het is gewoon ontspanning, hè? Elke week repetitie. Ja. Het is gewoon gezellig. En jullie dachten, we gaan eens even een spelletje tegen elkaar spelen. Ja. Plaats van met elkaar. Ja. Ja. Zullen we maar beginnen? Ja. Dit is de eerste ronde. In de eerste ronde luisteren wij iedere week naar gezegdes uit de provincie. En aan jullie de taak om te bepalen wat zij betekenen. Helder? Ja. Helder. Gaan we naar David uit Westervoort. Dat liek op geen botter of brei. Betekent dat dat lijkt nergens of op of betekent dat dat smaakt vies? Liekt op geen botter of brei. Allebei A. Overtuigd voor jullie antwoord? Ja. Ja. Huppakee. Gaan kijken. Als iets niet op boter lijkt en het lijkt ook niet op brei, dan lijkt het helemaal nergens op. Zo simpel is het, hè? Ja. Ah, die was makkelijk, hè? Ja. Ja. We bouwen het op. We gaan door naar Tijmen uit Winterswijk. Hij kan duftig inpakken. Betekent dat hij kan flink schranzen of hij is een harde werker? Nu alle twee A staan. Houden jullie vast? Ja. Ja. Gaan kijken. Ik zit wel eens met een vriend bij de snackbar en hij kan duftig inpakken. Oftewel, hij kan behoorlijk wat op. Kati, waarom dacht je dat? Schranzen, dat is flink eten. Dus ja, dat gewoon volladen die handen. Ja, dat, ja. Is, dat is duidelijk. Inpakken en wegwezen. Ja, schranzen. Ja. Nou, allebei goed. We gaan naar Henny uit Warnsveld. Lou elkaar geen mietje nu. Betekent dat laten we elkaar geen verwijten maken of laten we eerlijk tegen elkaar zijn? Oké. We zijn gewoon synchroon aan het spelen. Ja. Gewoon een nieuwe sport. Ja. We gaan kijken. Denk het. Een mietje is een dom persoon. Dat zeggen wij van iemand die niet durft te zeggen waar het op staat. En die er een beetje omheen draait. Ja, dus B, eerlijk zijn tegen elkaar. Ja. Alle twee goed. We gaan door naar ronde 2. Om jullie te helpen kunnen jullie steeds kiezen uit 4 opties. Denk je te weten, mag je klingelen met je lepeltje. Let op, hier komt het eerste woord. Leed. Uit de schuur. Laat, bankstel, kwaad of pijn. Ja. Pijn. Nee, dat is niet goed. Kati. Oh. Voor jou nog een kans. Laat? Nee, ook niet. Ja, leed zou je misschien zeggen. Leed, een beetje Engels. Het juiste antwoord was kwaad, ja. Ja. Snel naar het volgende woord. Gunter. Wat betekent dat, Gunter? Kati. Daargins. Daargins. Ja, ze is snel, hè, Nol? Ja. Daarom en het is goed al, daargins. Ja, kijk. Ja. Okay. Punt voor jou. Van Bemmel naar Westervoort. Nest, Dulleke. Ja, dat is een leuk woord, vind ik ook. Nest Dulleke. Nol. Vogelhuisje. Nee, dat zou ik ook zeggen als ik het voor het eerst zou horen, maar is niet goed. Jongste kind. Ja. Waarom dacht je dat? Een nest. Ja. Nest. Nestje. Dulleke. Dulleke, kleintje. Ja. Ja, we gaan door naar het vierde woord. Verkammerzuilen. Kati, jij was eerder. Bedorven? Nee, dat is niet goed. Nee, we hebben een ander. Kans voor jou, Nol. Jij wist het ook. Tenminste, die indruk kreeg ik. Afranselen. Ja, heel goed. Puntje voor Nol. Van Azenwijn naar Appeltern. Gut geld.
Gut, gat. Put, versleten, goed gaand, grootsteen, nul. Grootsteen. Ja. Huppakee. Goed bezig, Nol. Je maakt het spannend nu, want het is 5-5. Volgende woord. Richel. Uit Epe, richel. Kati. Dakgoot? Nee, dat is niet goed. Kans voor Nol. Omheining. Ja, dat is wel goed. Richel. Wat was je redenering? Richel. Ja. Richel omheen. Ja. We gaan door naar Twello. Spien. Spien. Wat is dat in Twello? Nol. Van het fanatieke Nol. Spugen. Spugen. Goed zo. Ja, punt voor jou. Dan gaan we naar de laatste vraag. Kaskenade. Wat betekent dat? Kati. Achterwerk? Nee. 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 We zijn het woord al wel vaak tegengekomen bij Alles Plat, maar in andere regio's. Herrie. Goed zo. Ja. Heel goed, Nol. Ja. En dit was meteen de laatste vraag, jongens. Hebben jullie enig idee wie die gewonnen heeft? Ja, je voelt hem al, hè? Yes. Ik ga je inderdaad bedanken, Kati, voor de deelname. Nol, je hebt met 8-5 gewonnen van Kati. Goed bezig. Ja. Je hebt even mooi ingelopen, want eerst was het... Ja, je moet even op dat probleem. Ja. Ja, dat is het. En op een gegeven moment ga je als een diesel zo bam. Gefeliciteerd. Jij gaat naar huis met alles platmand, hè? Biertje, jammetje, nootje zit erin. Dat was hem alweer. Aflevering Alles Plat. Heeft u ook zo genoten en lijkt het u misschien leuk om een keer mee te doen? Mail ons dan naar allesplat@gld.nl. En wie weet staat u net als Nol en Kati bij mij in de studio. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Hoi!